Oké, okay, vandaag gaan we nog een Chinese lens bespreken. Het is, het is ook een 7 uh, Artisans geworden. Maar dit keer is het de 35 mm 1.2. Dus maximaal een diafragma van 1.2. voordat we daaraan beginnen wil ik snel een keer proberen. Ik heb gezien dat Sony een remote-play heeft uitgegeven. Dus ik heb al proberen verbinden met mijn telefoon. Dus het komt eigenlijk op neer dat je met je PlayStation kunt spelen op een ander scherm. Uh, dat scherm zijn een computer of een tablet of een smartphone. Maar voorlopig is dat nog niet gelukt op mijn telefoon krijg ik altijd meldingen. Het is telkens een andere melding. En zelf als ik via de instellingen naar remote play connection settings ga. En dan add device. Zelfs dan vindt hij het niet, oké, okay, volgens mij lukt het hier dus wel, ja dat is effectief uh, waarop dat ik mijn scherm achtergelaten heb van de Playstation. Dus als het goed is als ik nu mijn controller terug verbind, wacht hè, ja, dan kan ik die bedienen. En als ik nu naar mijn spaal kan, oké. Okay. Het zijn een beetje vreemde kleuren, maar het werkt wel. Ik eigenlijk het eigenlijk gewoon fullscreen. Oh, de resolutie is wel echt niet goed. Oké, okay, genoeg gespeeld. We gaan vandaag dus naar die Seven Artisans lens kijken. Dus ik had eerder al de, dat is deze, de 55mm. Staat dat daar duidelijk op? Nee, dat is een lens. Hier, de 55mm 1.4 besproken. En daar was ik heel tevreden van. Het enige spijt is dat, de dat er geen zonnekap bij zit en dat de lenskap zo'n generiek plastic ding is dat er niet al te goed op past. Voor de rest, uh, goede kwaliteit beelden. Mooi contrast, mooie scherpte. Eigenlijk heel weinig over te zeggen. En heel compact ook voor een 1.4-lens. Maar het kan nog compacter, zoals hij ziet. Dit is dan. De 35, dus dit is al een, een kleine telelens van ongeveer 85 mm, omgerekend naar kleinbeeld. Dus eigenlijk een goede portretlens. En dit is een iets veelzijdigere lens, dat is een 35 mm. Uh, hier staat het wel, dus de 35 mm 1.2, dus een maximale opening van 1.2. Het is een klein beetje duurder dan die lens. Denk, uh, die was 150, die was 180, zoiets. Dat is via Camera Express. Ik heb al gezien ondertussen dat je ze ook via Amazon kunt kopen. Voor nog iets minder geld. De lenskap deze keer is van metaal. En uh, geen schroefdraad, dus die duw je er gewoon op en met de wrijving past dat erop. En valt er ook niet af, we hebben hem nog niet kwijtgeraakt, dus het werkt goed. Het is uh, een heel compacte lens. Deze keer is dit volledig van metaal. En de aanduiding is nu ook in het rood. Zoals dat bij Fujifilm is, dit is een voorbeeld van een Fujifilm-lens. Dan zie je dat die metaal dat dat ook een metaal omhoog is. Natuurlijk, je hebt hier wel contactpunt omdat dit een autofocus-lens is. Dat is de 35F2 geloof ik. ja. Zoals dus je die qua formaat is, deze zelf nog iets compacter. Maar eigenlijk, uh, ja, maar dat is maar een F2 terwijl het aan 1.2 is. En deze heeft dus autofocus en sealing, Dat is die rubberen ring onder andere. Als het goed is, staat er op deze lens hier van buiten een aanduiding hoe je deze moet koppelen met je camera. Dus dan kun je deze uitlijnen en vastschroeven. En dat is altijd zichtbaar. Terwijl dat, dat bij deze lenzen, dus gewoon hier staat, waardoor dat je... Dit keer is het wel een rode dot, want bij die was het zelf een witte dot. Maar die moet je moet ze dus uitlijnen. En vastklikken. En het gaat op zich wel goed, maar je ziet dus niet van buitenaf waar het markeren zit. Het is een heel compacte lens. Opnieuw, het diafragma is zonder kliks. Dus het gaat van 1.2 tot 16. En je moet eigenlijk gewoon... Er staat niet echt een aanduiding. Het is gewoon de bovenkant. Dat is het diafragma dat je geselecteerd hebt. En je ziet het hier wel... Ja, wacht, gaan we gaan ga hem even terug koppelen. Je ziet wel dat het ook een heel mooi rond diafragma is. Dus dat belooft veel voor de bokeh. Nee, dat is een focusring, daarmee ga ik niets bereiken. Zie dus als 16F16 en dat is 1.2. Metalen constructie weer. En dan deze ring, daar keek ik naar uit omdat daar zo zie je die, um, die, of die uitsparingen zitten. Eigenlijk om je vinger in te leggen, dus ik dacht dat gaat een heel handige lens zijn. 35 mm is al iets gemakkelijker, iets zeker uh, standaard lens, dus kun al veel zijdiger. Maar ik dacht dat het vooral een goede lens zou zijn voor straatfotografie, omdat je dan kunt een vast diafragma instellen van bijvoorbeeld F8. En dan alleen maar uh, een klein beetje je bereik moet aanpassen, daar dat je iets fotografeert dat dichtbij is of heel ver is. En dit werkt goed, het werkt vlot. Je moet wel opletten dat je vinger niet voor de lens komt als je dit hier vast hebt. Dus je moet een klein beetje in het houden dat je wel echt buiten je lens blijft, omdat die lens zo compact is. Maar ik had ook gehoopt dat ik die, dus als ik die zo vast heb, ik maak zo een foto, dat ik zo met één vinger dat ging kunnen verzetten. En daar loopt het spijtig genoeg mis met deze lens. Om de een of andere reden kun je het vrij vloeiend verzetten met twee vingers, maar als je één vinger gebruikt... Nu gaat het, ja, kijk, nu loopt het vast. Heel stroef, heel stroef. In het begin ging het zelf volledig niet. begint beter te gaan. Dus ik veronderstel dat op termijn, als het wat losser komt te zitten, misschien ook echt met één vinger zal kunnen bediend worden. Kijk, zo zie je, ziet, het is heel stroef. Heel moeilijk om, om precies in te staan, terwijl zo werkt het gewoon zoals het hoort. Maar dan willen we vooral weten hoe dan de foto's eruit komen natuurlijk. Ah, de verpakking interesseert jullie de verpakking. Het was eigenlijk dezelfde verpakking als de andere 7 Artisans lens. Dus opnieuw de FX aanduiding, wat eigenlijk niet bestaat volgens mij in de 35 1.2. En dan als je het open doet een moes Ja, dat is nog een sticker denk ik. Een moes uh, uitsparing waar dat de lens net in past. En wat uitleg. In het Chinees. De foto's, ja, dus we gaan even stoppen met die playstation en eh, de laatste foto's importeren. Dan een keer zien wat dat dat juist oplevert. Hè. Is, dit zijn allemaal foto's die ik met de Zeven uh, eightens lens gemaakt hebben, dus deze heb ik van de kat gemaakt in tegenlicht dan op bezoek bij mijn broer en dit zijn nog foto's die ik s'avonds gemaakt heb. We zal ze even snel importeren Oké, okay, dus eigenlijk de eerste foto die ik gemaakt heb was deze deze drie. En je ziet, hier heb ik hem al een klein beetje dicht gestopt, het is al iets donkerder ja, naar de X-informatie moet je niet kijken, want dat is dus allemaal. De sluitertijd is correct. Maar die, zowel diafragma als de brandpuntsafstand zijn uh, vaste waarden die niet overeenkomen met wat dat er effectief in staat is op de lens. Maar dus, hetgeen dat meteen opvalt, ja, die is niet goed scherp gesteld. Maar als je in tegenlicht werkt, dan heb je heel veel last. Je ziet het hier vol open, heb je heel veel last, die, die ringen. van... Um, reflecties in de lens door uh, door de zon dus uh, geen goede lens om volopend tegen uh, tegen het licht te fotograferen op zich als je dan dit is ook een foto vol open en dan zie je bij deze zie je heel goed dat in het midden alles vrij goed scherp is maar als je naar de randen gaat van de foto dan ziet alles er heel wazig uit terwijl dat dat een, een plat vlak is dus bij een goede lens zou eigenlijk uh, alles scherp moeten zijn van die hand. Terwijl hier is het enkel in het midden. Je ziet wel dat de, uh, de manier waarop dat de onscherpte op de achtergrond gerenderd wordt, die is wel heel mooi. Dus dat is wel positief, maar qua scherpte volopen kleine teleurstelling. Tenzij dat alles dat je fotografeert pal in het midden zit. En dan bij deze foto. Hier zie je bijvoorbeeld ook dat die lensdop naar de rand toe. Dus dat is ook een plat vlak opnieuw. In het midden is die mooi scherp, maar de kant die op de rand staat, is minder goed scherp. Hier zie je ook die vreemde, wazige vertekening opnieuw op die lensdop. De witte, het witte onderbordje is vrij scherp, maar dan, van de tas, maar dan de lensdop is eigenlijk je ziet zo een ghosting effect. En dan... Ja, deze had ik niet correct scherp gesteld, dat is mijn fout. Hier zit de scherpte meer op haar arm, terwijl dat, dat, haar tekening meer, terwijl dat, dat meer op haar gezicht zou moeten zitten. Zoals hier, dus deze is wel correct scherp gesteld. Misschien een klein beetje overbelicht, maar ik heb daar een rouwbestand van, dus ik kan dat wel corrigeren. Hij heeft wel een mooi contrast als je die, die pennen bekijkt, die kleurstiften. Zie je dat hij die, die kleur heel mooi weergeeft en een mooi contrast geeft tussen de verschillende kleuren. Je ziet ook dat uh, haar gezicht, die, wat hier in het midden staat, dat dat mooi scherp is. Ik denk dat deze al op heeft 2 gemaakt. Dus ik heb hier de lens al een klein beetje dicht gestopt. En uh, hetgeen dat op de achtergrond staat, zie je ook dat dat mooi onscherp is. Hetgeen dat op de voorgrond staat, dus die stift die ze vast heeft, is een klein beetje vreemd onscherp gerenderd. Maar op zich is het nog aanvaardbaar. Dus ik denk opnieuw dat, zeker als ik hem Allee, volledig open gebruik, dus niet dicht stop... Het zal het eerdere lens zijn voor portretten. En, uh, maar kijk, we gaan zien. Uh, ik ga dus een weekend naar Amsterdam. Ik ga deze lens meenemen. We gaan straatfotografie doen en zo. En daar zal ik de lens meer gebruiken overdag. Waar dat ik een kleiner diafragma kan gebruiken. Dus dan gaan we zien of dat de lens daar beter presteert. Dus zeker verder mijn kanaal volgen. Als je wil zien hoe, dat, hoe de lens niet vol open presteert. Dit zijn nog een paar foto's die ik gemaakt heb in uh, donker lichtomstandigheden, dus ook vollopen. En je ziet opnieuw dat uh, in het midden kun je dingen scherp krijgen, vollopen, maar op de randen is het heel moeilijk om iets uh, scherp te krijgen. Ik denk dat dat zelf quasi onmogelijk wordt. Hier zie je ook mooi haar, haar oog is scherp, maar dan de randen zijn heel uh, een dromerig effect eigenlijk. Nu dat kan iets zijn, als je daar naar op zoek bent naar een dromer, dromerige lens, ja, dan kan dat zijn dat je dit wil. Hier ook heel, ja, het is niet helemaal scherp hier. Maar dat is een fout van mijn kant. Sowieso op 1.2 op het juiste punt scherp staan manueel is niet evident. Maar kijk, die foto's geven toch al een idee van, uh, van de beeldkwaliteit. Binnenkort meer.